Vandaag mag de haan in Houten weer op de katholieke kerktoren. Vandaag vallen dingen weer op hun plek. De haan komt op de toren, vrijwilligers hebben zich ingezet, bedrijven hebben zich ingezet. En aan mij de taak om als het ware weer de kers op de taart te mogen zetten. Bijzonder, ik ga de hoogte in, er gaan een paar mensen mee. Het is 45 meter hoog en we gaan bidden om zegen voor de haan, de kerk en alle die daar gewerkt hebben. We maken een kruisteken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, wij vragen u zegen over deze haan die we op de kerk mogen terugplaatsen. Gerestaureerd moet u weer een hele tijd waakzaam over houten en omgeving kunnen uitkijken. We willen bidden dat hij de wind aangeeft, maar ook de richting. Dat hij de mensen in de kerk stimuleert om te blijven komen. Dat hij waakzaam is voor de dingen die gebeuren. Natuurlijk is het mooi om hem daarboven op de toren te zetten, maar het is ook mooi om het met het gebed te zegenen van de mensen die hier beneden staan. Goede dingen te zeggen en ook de Heer zijn naam te noemen bij alle dingen die we doen. De nieuwe haan in Houten, opnieuw op de toren, bijzonder om dat vandaag voor de hele gemeenschap uit naam van hen te mogen doen. Ter eer van onze God, de Vader in de hemel, want daar ga ik toch een beetje naartoe als je zo hoog gaat in het bakje, 45 meter hoog, een schitterende ervaring.